Hier in het Runderdal had de gigafabriek van Tesla moeten komen met werkgelegenheid voor duizenden mensen. Maar Emmen en Drenthe grijpen naast deze grote vis. Tesla-topman Elon Musk maakte zelf bekend dat hij kiest voor de stad Berlijn. We actually have an announcement which I think we hopefully well received that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area. Yeah. That's the news. That's news. Je bent heel ver. Je hoort bij de top 3. Hè. Ze zijn misschien met wel 100 locaties begonnen in Europa. En als je dan met de gemeente Emmen en de provincie zover bent dat je zo'n locatie zo dicht bij de streep hebt op nummer 3 met volledige steun van het kabinet en je bent zo dichtbij, ja, dan baal je van sterker natuurlijk en dan slaap je even vandaag niet. Ik ben van huis uit topsporter, dus je gaat voor de overwinning. En dan voelt dit toch als een prestatie waarbij je wel een PR neerlegt, maar niet met hoofdprijs naar huis gaat. En dat is wel jammer. De belangstelling van Tesla voor Emmen en omgeving was heel serieus. Verschillende keren is een delegatie op bezoek geweest. Samen hebben ze ook een helikoptervlucht over het gebied gemaakt. Het kabinet heeft een fantastische rol gespeeld aan het eind. De minister van Economische Zaken heeft ook telefoontjes gepleegd naar Tesla. Ook de minister-president heeft al aangegeven, indien nodig doen we dat met elkaar. Dus we hebben volledige steun van het kabinet gehad. We hebben het niet. Het hele verhaal rondom Tesla begon een paar jaar geleden met een idee in een kroeg in de stad Groningen. Daar is de campagne Top Dutch ontstaan met als doel om het noorden bekend te maken bij topman Elon Musk van Tesla. Heeft dat echt meegeholpen? Is het echt op tafel gekomen? Ja, in begin augustus hebben ze al verteld dat ze zeiden toen die Top Dutch campagne er kwam, die hebben ze ook in hun achterhoofd opgeslagen en dat heeft wel degelijk invloed gehad en dat is ook bij Tesla wel binnengekomen. Maar Berlijn is dus de grote winnaar. Misschien was de stem van bondskanselier Angela Merkel sterker dan die van premier Mark Rutte. Toch is het niet voor niets geweest. Het smaakt in ieder geval naar meer, dus we gaan echt niet stilzitten. Helder dat dit nu naar buiten is, dat we het net niet geworden zijn. Maar maakt het wel interessant voor andere partijen om te kijken van hey, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in Emmen en hoe kunnen we als organisatie hier zelf op inspelen. Dus ik denk dat... Ik hoop dat mijn telefoon gaat gloeien wat betreft mogelijke acquisities. En daar gaan we zeker op inzetten.